De cardinale boeien of cardinale markering zijn zeer belangrijke bakens die wij kunnen terugvinden op onze waterwegen. Nu, wat maakt eigenlijk deze cardinale markering zo belangrijk? Wel, deze duidt gevaar aan. Niet alleen dat, maar ook waar dat gevaar zich ten opzichte van de boei bevindt. Dus eigenlijk wat deze boei gaat doen, is deze gaat zeggen, beste schipper, blijf bijvoorbeeld op deze positie ten opzichte van mij, om dit gevaar te veilig te kunnen passeren. Nu, hoe gaat men dat dan natuurlijk doen? Men heeft hiervoor gekozen bij de cardinale markering van dit te doen aan de hand van de windstreken. Hè? Noord, oost, zuid, west. Dus dat betekent dat eigenlijk je met vier verschillende soorten cardinale boeien zit die je kan tegenkomen op de waterwegen. Nu, hoe herken je zo'n cardinale boei? Wel, die boei die ziet er eigenlijk half geel, half zwart uit. En die heeft ook een topteken bestaande uit twee kegels, die al dan niet naar boven of naar beneden staan. Dus, we hebben vier mogelijkheden. In de volksmond noemen wij cardinale boeien ook kwadranten, omdat er natuurlijk maar vier hoofdwindstreken zijn en dus vier kwadranten. Nu, als we dan gaan bekijken van hoe dat we deze boeien moeten interpreteren, laat ons starten bij de noordkwadrant. En bij deze noordkwadrant zien we eigenlijk, wat zegt die noordkwadrant? Wel, de noordkwadrant of de noordelijke kardinale markering, die zegt ons, beste schipper, blijf ten noorden van mij. Hoe doet hij dat? Wel, welk topteken kunnen we er terugvinden? De twee pijlen of de twee kegels die wijzen met de punt naar boven. Zo herkennen we een noordkwadrant. Nu, let ook op, de kleur van de boei is ook niet willekeurig. Het gedeelte van de boei, dat eigenlijk zwart is gekleurd, dat volgt als het ware ook de richting in wat de pijlen wijzen. Dus dat wil zeggen, bij een noordkwadrant gaat het bovenste helft van de boei zelf zwart zijn gekleurd. Nu, als we kijken naar de zuidkwadrant, dan zien we het omgekeerde van een noordkwadrant. Beide pijlen van de kegels, of beide punten van de kegels, zijn naar beneden gericht. En zien we ook aan de kleur van de boei, dat het onderste helft van de boei zwart is gekleurd. Nu, deze kleur is zeer belangrijk, omdat soms als je op zee zit of op de Schelde zit, dan van een grote afstand kan je niet altijd goed de kegels van de boei waarnemen. En dan is dat toch altijd handig dat je deze kleuren van de boei kan eigenlijk aan de hand van de kleuren al zien over welke soort markering dat het gaat. Nu, de oostelijke en de westelijke cardinale boei zijn iets minder makkelijk te onthouden. Maar als we kijken naar de westelijke boei, de twee pijlen die kijken naar elkaar toe, dus enkel het middenste gedeelte van de boei is zwart gekleurd. De oostelijke kwadrant, daar kijken de pijlen naar elkaar weg, of daar staan de kegels van elkaar weg, die hier zijn van elkaar weggericht. Dus dat wil zeggen, enkel de buitenste gedeelten van de boei zijn zwart gekleurd. Ook in de lichten van eigenlijk zo'n kwadrant is er verschil. Hè? Terwijl bijvoorbeeld een noordkwadrant bijvoorbeeld een gewone kwik of een very kwik is, dan kunnen wij ook dit voor een stuk doortrekken naar de andere bakens. En gebruiken wij als het ware de richting van de wijzers van de klok. Als we dan gaan kijken naar een oostkwadrant, dan zien we eigenlijk dat die oostkwadrant bijvoorbeeld, als we nu onze analoge klok erbij nemen, die staat op 3 uur. Dus dat betekent dat u eigenlijk een kwik of een very kwik van 3 flitsen gaat krijgen. De westkwadrant die gaat eigenlijk hetzelfde principe eigenlijk hanteren. En wat gaat die doen? Die gaat eigenlijk op 9 uur op onze analoge klok, die gaat 9 flitsen geven. De zuidkwadrant daarentegen is een klein beetje apart. Die gaat, zoals verwacht, niet alleen 6 flitsen geven, maar die gaat ook bevestigen met 1 gewone flash. In de praktijk komen ze vaak tegen aan de kust, maar ook op de Schelde en minder op de binnenwateren.
En dit komt wegens dat je natuurlijk een kompas moet hebben aan boord. Hè, om te weten waar dat de veilige kant is van die boei. Stel, jij komt die noordkwadrant tegen, dan zegt die boei eigenlijk tegen jou, blijf ten noorden van mij. Want ten zuiden van mij ligt er een gevaarte onder water. Een ondiepte of bijvoorbeeld een baggerbuis of een andere constructie. En zo geldt dat voor al deze markeringen. Dus het is zeer belangrijk, kom jij zo'n kwadrant tegen, of kom je een kardinale boei tegen, dat je de juiste richting neemt. En dit is vooral voor jouw eigen veiligheid, dat je deze niet negeert. Nu, beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze video en dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.